Food Curators, goedemiddag en goedemorgen. Waar zijn we? Goedemorgen. 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 Ja. In de banken. En Remco Elshout, goedemorgen. De chef. We zijn in de Oostkerk, dus het galmt hier lekker. En jullie zitten in de bankjes van de Oostkerk. En dat is natuurlijk niet voor niks, want we gaan hier eten binnenkort. Vertel eens even, wat is het plan? We hebben binnenkort een festival op meerdere locaties in Middelburg. Klopt, ja. En wat gaan jullie doen? Dit is het Mostly Modern Festival inderdaad. Dat is een Amerikaans concept wat geïmporteerd is naar Nederland. En bij dat festival zijn er twee momenten waarop er ook geluncht kan worden in de Oostkerk. En specifiek in de kerkbanken. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, want ik zie constructies voor je. En dan denk ik van, je hebt gewoon tafeltjes gemaakt. Kan je die eraf lichten of zit dat vast? Je kunt het eraf lichten, ja. Ik hoop dat het goed blijft staan tijdens de lunch. Mensen moeten natuurlijk een beetje voorzichtig zijn, want het is een bijzondere setting. De Oostkerk is een top 100 monument, dus er mag hier, je mag bijna nog niet kijken naar de kerkbanken, zeg maar. Zeker geen spijkers in slaan. Precies. Dus we moesten eigenlijk iets bedenken wat past. En dan kom je er ook achter als je dat gaat maken, dat alle plekken eigenlijk anders zijn en scheef. Dus uiteindelijk is het gewoon maatwerk en zijn alle bankjes uniek. En Food Matters is ons pop-up restaurant, waarbij wij als food creators samenwerken met chefs, in dit geval met Remco. En samen weten we dan eigenlijk een heel bijzonder diner, of in dit geval lunches, te ontwerpen en ook daadwerkelijk ook lekker te maken. Ja, en het is ook wel een beetje met een boodschap, hè? Jullie vertelden over vorig jaar, toen deden jullie samen met Richard en Julia van Ver. En tegenwoordig hebben ze Ver, dat is nog niet zo heel lang. Maar toen hadden we de uitvaart van een banaan. En jullie vertellen pas eigenlijk achteraf wat het concept is. Maar dat ging dus over een bananenras wat bedreigd wordt eigenlijk met uitsterven. En daar hadden jullie dan de verbeelding mee met de chef. Ja, precies. Dus wij laten ons inspireren door wat er aan de hand is in het voedselsysteem. Er zijn veel problemen. Nou, dat inspireert ons vaak meteen tot andere soorten verbeeldingen. In dit geval die banaan die met uitsterven bedreigd is. Dan dachten wij, we gaan er ook gewoon een mooie uitvaart voor maken. En we hebben daar dan vaak ideeën bij. En dan vragen we dus aan de chef van, kun jij op deze manier een bepaald gerecht maken? En deze keer is dat met Remco. En ik kan wel zeggen dat dat heel erg goed aan het lukken is. Ja, Remco, jou ken ik ook al wat langer. Jij kookt her en der, hè, van het hof tot, waar heb je eigenlijk niet gekookt? Overal, nee. Je bent tegenwoordig ZZP'er ook, hè? Dus ja, multi-inzetbaar. En nu dit. Ja, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Richard heeft Lucas getipt van vraag het eens aan Remco. En dat wou Remco wel, hè? Ja. Een nieuwe uitdaging vind ik altijd. En jij maakt dan meerdere gangen deze keer? Of, ja. Dus je komt lunchen en kan je één tipje van de sluier, of is dat echt een grote verrassing nog? Waar moet die mensen aan denken? Zit ik biologisch te eten of krijg ik ook een lap vlees? Of is het... Food Matters snijdt altijd best wel serieuze onderwerpen aan, maar de grap is eigenlijk wel een beetje dat als je aanschuift bij Food Matters, dat je ook ziet dat toch best wel, dat daar ook wel humor in zit. Ja. En eigenlijk ook wel op een luchtige manier en ook wel verwondering. Deze editie heet Man and Food. En die gaat eigenlijk over de transitie in het voedselsysteem. Okay. Dus waar we ooit helemaal zijn begonnen als mensheid. En waar we nu zijn en hoe de toekomst er misschien uit zal zien. En dat is natuurlijk speculatief. Dus het is aan de ene kant een beetje serieus. Het is ook lachen. Het is ook gewoon lekker. Ja. Het is twee keer op zondag. Het komt twee keer terug, want het festival duurt bijna 2 weken. En jullie vullen dan 2 zondagmiddagen in. En daar is ook muziek bij, toch? Dus, vertel even, het begint om 12 uur 's middags of hoe laat begint het? Rond 11:45 is de inloop. We hebben op 23 april en op 30 april een lunch. Mensen komen hier binnen in de Oostkerk. De lunch in totaal is 5 gangen. En tegelijkertijd is hier ook beeldende kunst van Marinus Boezem te zien. Een groot werk, ja. Een heel groot werk van Marinus Boezem. En er is live muziek te horen. Dus het wordt eigenlijk 1 totaalervaring van food design, beeldende kunst en muziek. En dan vraagt de gemiddelde Middelburger zo, wat kost dat? Voor €40 heb je een ticket. Voor en de 4 gangen lunch met 2 drankjes en koffie daarna. Je hebt de muziek, die zit erbij. En je kunt daarna ook nog mee naar de concertzaal voor een vervolgconcert. Ja, want daar is de hele wisselwerking mee. Het is op meerdere locaties. Ik heb het in de agenda al gezet van Wij Zijn de Stad. Ik zag dat er ook nog in het Molenwaterpark optredens zijn. Ja. Dus
Nou ja, dat komt helemaal goed. Dus komt allen, zeggen jullie dan toch? Ja, zeker. Kans. Nou, super. En jij maakt er ook wel van, Remco? Zeker. Nou, we zijn heel benieuwd. Misschien kom ik eigenlijk ook wel eens een keer. Geen lunch op zondag. Hartstikke gezellig. Ja. Leuk.